Philips televisies stonden tot nu toe niet echt bekend om een geweldige geluidskwaliteit. Maar deze IVA komt daar verandering in. Hier op de IVA introduceert Philips twee nieuwe OLED-modellen, de 803 en de 903. Beide zijn voorzien van een beter audiosysteem dat er tot nu toe in Philips televisies beschikbaar was. De 803 heeft de luidsprekers op een normale plaat zitten, naar beneden gericht, maar ze zijn wel van een iets hoogwaardige kwaliteit. Ze zijn bijvoorbeeld zachte dome tweeters en die zorgen voor een betere spreiding van de hoge tonen, waardoor het iets ruimtelijker klinkt allemaal. Maar omdat de luidsprekers naar beneden gericht zijn en niet op je oren, is de geluidskwaliteit nog altijd niet optimaal. Daarom heeft Philips ook de 903 geïntroduceerd. En daarvoor is men de samenwerking aangegaan met het Engelse Bowers & Wilkins. Bowers & Wilkins is een Engels audiomerk dat al sinds de jaren 60 hi-fi luidsprekers maakt en andere audioproducten. In de laatste jaren zijn ze ook actief om audiosystemen te leveren voor audiomerken zoals Volvo, BMW, Jaguar en zelfs Maserati. Het audiosysteem in de Philips 903 heeft een luidsprekerkast aan de achterkant die wat zwaarder is uitgevoerd dan bij de normale Philips televisies. En daar zit een grote woofer achterin die is voorzien van twee passieve drivers. En daarmee kan de laagweergave wat worden versterkt. Ik heb even naar kunnen luisteren. De laagweergave is strak. Heel erg laag gaat het niet, maar toch is de bas gewoon afdoende voor een goede televisieervaring. Aan de voorkant zitten de midden- en de hoogtonen speakers. En die hoogtonen speakers zijn gemaakt van titanium. Het zijn titanium dome speakers en dat klinkt echt heel erg goed qua ruimtelijkheid. Ook stemmen zijn, doordat die speakers op je oren zijn gericht, goed te verstaan. De middentonen zijn gemaakt van glasvezels, die versterkt zijn met kunstharsen. En omdat die luidsprekers een iets grotere maat hebben, hoeven de luidsprekers niet zo hard te werken en klinkt het allemaal super strak. Het stereobeeld is prachtig, stemmen klinken mooi. Het enige wat me een beetje tegenviel, is als het wat harder gaat, en het gaat best hard, dan begint de geluidskwaliteit wat af te nemen. Maar op normale luistervolumes is het echt een van de betere televisies. De 803 en de 903 zijn in principe dezelfde televisie met hetzelfde uiterlijk. Het enige verschil is de soundbar onderaan de 903, de soundbar van Bowers & Wilkins. Rondom zit bij beide televisies een randje van geborsteld metaal en beide staan op hele dunne metalen voetjes en zijn afgewerkt met een laagje chroom. Het mooie van deze televisies is dat er nergens een logo op de behuizing staat. Alleen op de voetjes is een Philips logo te zien. En in het geval van de 903 is er ook nog een Bowers & Wilkins logo te zien. Maar als je de televisies dus ophangt, dan gaan die voetjes eraf en staat er nergens op de behuizing een Philips logo. Alleen als je hem aanzet, krijg je kortstondig het Philips logo te zien. Zoals we gewend zijn van Philips televisies, draaien beide nieuwe OLED's Android TV van Google. Nou, in eerste instantie zullen ze geleverd worden met versie 7, maar er komt later een update aan. Wanneer precies weten we nog niet, maar dan zal versie 8 geïntroduceerd worden en die brengt ook de spraakassistent met zich mee. Uiteraard, als je aan Philips televisies denkt, dan denk je aan Ambilight en dat is ook weer meegeleverd op deze modellen. In dit geval is het de driezijdige variant. Op zich wel een beetje jammer, want als je ze ophangt aan de muur, dan blijft het dus donker onder de televisie. Beide nieuwe OLED's zijn voorzien van een 2018 paneel van LG Display. En dat brengt met zich mee dat de helderheid een heel klein beetje omhoog kan, zo'n 10%. Dat is niet echt een groot verschil, zichtbaar is het niet, alleen als je ze pal naast elkaar zou bekijken. Dus daar zou ik niet al te veel zorgen over maken. Maar de nieuwe panelen hebben ook een wat betere antireflectielaag, waardoor de zwarte wat beter zijn bij omgevingslicht. Ook nieuw voor Philips televisies is dat ze nu HDR Plus kunnen weergeven. Het is misschien een bekend verhaal, in de strijd om de HDR-formaten heb je de kampen die HDR10 en HLG kunnen weergeven en je hebt kampen die ook nog eens Dolby Vision kunnen weergeven. Maar voor Dolby Vision moet betaald worden en daar had men geen zin in bij TP Vision en dus is er geopteerd voor HDR10+, wat net als Dolby Vision met metadata overweg kan, waardoor scènes per shot eigenlijk aangepast kunnen worden aan lichtomstandigheden in het shot. Nou, het is een beetje jammer voor consumenten dat er een strijd gevoerd gaat worden tussen die formaten Dolby Vision en HDR10+. Maar in ieder geval kunnen ze allebei overweg met metadata, dus technisch gezien zou dat geen grote verschillen moeten opleveren.
803 is op dit moment al leverbaar in de maten 55 en 65 inch. De 55 kost zo'n 2200 euro en de 65 is zo'n 1000 euro duurder. Ook de 903 zal leverbaar zijn in 55 en 65. En daarbij is het goedkoopste model van 55 inch 2500 euro en het duurdere model 3500 euro. Maar op de 903 zullen we nog heel even moeten wachten, want die komt pas eind september.